Hij zal toch niet ziek zijn? Hij zal toch geen buikpijn hebben? Nee, ik heb geen buikpijn. Ik heb een vispaard en dat is veel erger. Nog nooit heb ik zo'n moeilijke huisgenoot gehad. Ik ben dol op beesten, hè? Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik met dit vispaard geen raad weet. Hij is verschrikkelijk brutaal. Hij springt iedereen omver en hij eet alles op wat hem voor de snuit komt. Wie weet wat hij op dit ogenblik weer uithaalt. Joris, Joris, waar ben je? Wat doe je? Ik eet. Zie je al, hij eet weer. En wat eet hij? Oh, ik zie het al. Hij eet van mijn stoel, van mijn luie stoel. Kijk nou toch eens een heel stuk van de bekleding weg. Joris, waarom doe je nou zoiets? Omdat het zo lekker is. Een onmogelijk beest ben je. Wie vindt er nou stoelengoed lekker, hè? Hoe lastpak die je bent. Nou moet ik weer aan het repareren slaan. Ik zal er een lapje op moeten zetten. Dus even in mijn kast kijken of ik nog zoiets heb dat er een beetje bij past. Oh ja, hier. Hier heb ik nog een stukje blauw. En rood. Oh, je mond, Joris. Dat is blauw. Niet eens. Wel eens. Rood. Lekker. Rood. Jij houdt wel van tegenspreken, hè? Oh ja, daar ben ik dol op. Nou, dat laat je dan maar eens even. Het is een heel lelijk eigenschap. Ja, hier. Hou dit lapje eens even voor me vast. Nee, niet opeten. Wil je dat wel eens laten? Hier, dat lapje. Alsjeblieft, dat scheelde een haartje of hij had het alweer opgegeten. Waar is mijn hamer? Oh ja, hier is hij. En waar zijn de kopspijkertjes? Joris, waar heb je de kopspijkertjes gelaten? Die zijn op. Wat zeg je? Op? Heb jij alle kopspijkertjes opgegeten? Ze waren lekker hoor, lekker sappig. Oh, verschrikkelijk. Oh, wat erg. Wat gebeurt hier? Waarom roep jij zo klagelijk, Paulus? Ach, Salomo, ik moet mijn stoel herstellen en nou zijn alle spijkertjes door Joris opgegeten. Ja, Paulus, dat is jij eigen schuld, hè. Jij wou zo graag een vispaard hebben, waar of niet? Het was dom van me. Ja, ik geef het toe. Ik heb nou ondervonden dat vispaarden heel moeilijk in de omgang zijn. Oh, heel moeilijk. Wat deed je daar nou weer? Hij heeft me omvergehoepst, Paulus. Het ging zo leuk. Zag je hem tollen, Paulus? Het is een schandaal, Joris. Een wijze raaf als Salomo is geen vispaardenspeelgoed. Hij hoeft niet het minste respect voor me te hebben, Paulus. Als ik jou was, dan zou ik dat vispaard maar eens flink aan het werk zetten. Dan kan hij tenminste geen kattenkwaad uithalen. Vispaardenkwaad! Hou jij je brutale mond, Joris. Salomo heeft groot gelijk. Jij moet maar eens wat doen. Hier heb jij een pot verf en een kwast. En nou ga jij netjes mijn slaapkamertje opschilderen. Begrepen? Ja, hoera! Hoera! Help! Hey, wat is hier aan de poot? Alle uilen, wat een toestand. Paulus, wat heb je daar nou weer voor een heel en dan nog een wel zo tamelijk wonderlijk soort gedrocht? Was dat vispaard nog niet genoeg? Moest je er nou nog een rare snoeshaan bij hebben? Dat is geen rare snoeshaan, Oegeboeroe. Dat is Salomo. Wat je zegt. Het lijkt meer een monsterlijke witpieper. Ja, maar ik ben het toch heus, Oegeboeroe. Maar die vreselijke Joris heeft zojuist een pot witte verf over me omgekeerd. Ah, bah. Ik kleef van alle kanten. O, juist. Zit dat zo? En hebben jullie al gemerkt dat diezelfde Joris op dit moment bezig is de verfkwast op te eten? Warrempels, ook dat nog. Joris, wil je dat wel eens laten? Het is een lekkere kwast, Paulus. Hij smaakt naar verf en naar kwastharen. Oh, is dat nou niet ontzettend? Ja, dat is het zeker. Hoe krijg ik in vredesnaam ooit die verf weer van mijn veren af? Heb jij terpentijn in huis, Paulus? Jawel. Hier is een fles terpentijn. Nee, Joris, afblijven. Jij mag geen terpentijn drinken. Terpentijn is heerlijk. Geef mij dan maar gauw die fles, Paulus, voor Joris hem te pakken krijgt.
Ik zal wel proberen om Salomo weer schoon te boenen. Maar ga jij dan alsjeblieft in die tussentijd wat wandelen met je vispaard, Paulus. Anders kunnen wij niet opschieten. Ja, ja, ik begrijp het. Er zal niks anders op zitten. Kom mee, Joris, we gaan wandelen. Ik heb geen zin. Ja, je zal wel moeten. Pas op hoor, anders word ik echt boos. Blijf maar zo lang mogelijk met hem weg, Paulus. Ik zal mijn best doen om weg te blijven. En veel succes met de behandeling van Salomo. Daar gaat Paulus dan, met Joris en met een heel zorgelijk gezicht. En Joris wuift met zijn staart en eet bladeren en takken en steentjes. Het lijkt wel of Joris nooit genoeg kan eten. En alles smaakt hem opperbest. Hij is bijzonder jolig en wil voortdurend hoepsen. En Paulus zou het heerlijk vinden als Joris wat minder jolig was en wat minder hoepserig en wat minder ondeugend. Plotseling staat Joris stil. Hij steekt zijn snuit in de hoogte en begint opgewonden te snuffen. En ook zijn staart steekt hij omhoog en daar wuift hij verheugd mee. Zijn ogen glanzen en hij ulkt binnensmonds. Zeg, wat heb je, Joris? Wat zie je voor bijzonders? Kijk eens wie eraan komt. Wie komt eraan? Waar? Oh, lieve help, ik zie het. Dat is Van Rempels eucalypta weer. Daar ben ik weer. Had je niet gedacht, hè, Paulus? Nee, dat had ik zeker niet gedacht. Jij was toch meegenomen door de reus Knoebelenbas? Jawel, dat was ik. En hij hield me zo stevig vast dat er van losrukken geen sprake was. Maar gelukkig herinnerde ik me nog een enkel toverspreukje. En toen... toen was het een kledigheid om te ontkomen. Ja, en nou ben je er dus weer hier. Oh, dat is veel te gauw naar mijn zin. Maar niet te de benen. Ik ben blij dat ik weer op vrije voeten sta. En vertel me, Paulus, bevalt het vispaardje nogal? Nee, dat kan ik niet zeggen. Hij is lastig en ongezeggelijk en brutaal en vraatzuchtig en... Ja, Joris, je moet het dan maar eens horen, hoor. Je bent een onmogelijk beest en als huisdier een volkomen mislukking. Het spijt me zeer dat te vernemen, Paulus. Ik had nog wel gemeend dat ik je zo'n groot plezier deed met dit vispaard. Nee, dat is echt niet meegevallen, hoor. Ik zal blij zijn als we met goed fatsoen van hem afraken. Zo, zo. Nou, daar is wel wat aan te doen, zou ik zo denken. Hoe bedoel je dat, Eucalypta? Och, als jij werkelijk zo in je maag zit met dit vispaard, dan wil ik hem wel meenemen. Meenemen? Waar naartoe? En wat ben je dan met hem van plan? Ik neem hem gewoon mee naar mijn heksenhutje, Paulus. En wat ik met hem van plan ben? Och, hij ziet er smakelijk uit, niet waar? Hij zit goed in zijn vet. Wat zeg je daar? Je bedoelt toch niet dat jij... Ja, dat bedoel ik inderdaad. Maar dat gaat niet door. Jij blijft van mijn vispaard af. Bovendien is hij vast niet zo smakelijk als hij eruit ziet. Want hij heeft zich volgestopt met spijkertjes en steentjes en stoelbekleding. Nou, dat zullen we dan eens proberen, Paulusie. Ik wil dat vispaard graag proeven. Hier jij. Onverwacht heeft Eucalypta een geniepige uitval gedaan en Joris gegrepen. Meteen zet ze het op een lopen met het vispaard stevig onder haar arm gekneld. De arme Joris hulkt bomen oog en Paulus kan hem op dit ogenblik echt niet helpen. Alleen durft hij niet achter de heks aan te gaan. Daar moeten Oeguburu en Salomo ook bij zijn, anders is het veel te gevaarlijk. Paulus draait zich om en rent terug naar zijn boom om zijn vrienden te waarschuwen. Hij heeft een reuze haast en... Oh ja, daar heb je het alweer. Haast of niet? Afgelopen is het weer voor vanavond. Thank you.